pas geleden, vrienden, kreeg ik een berichtje van Dick van der Geld. En die zegt tegen mij, Harry, ik heb jarenlang meegelopen met een videocamera met André Hazes. Hij zegt, en ik heb beelden gemaakt, ooit van in Ahoy, 1998. Hij zegt, en dan zie je ook nog Roxanne en André, de kleine kinderen als kleine kindjes, zie je bij het podium staan. Hij zegt, en ik heb nog een gesprekje gemaakt met André toen. Ik zeg, nou, hij zegt, ik wil het graag met jouw volgers delen. Vrienden, daar komt hij. Exclusieve beelden van Hazes toen het nog leuk was. André, heeft een eerste reactie op je concert vanavond? Goed, leuk. Niet goed, dat zeg je nooit over jezelf, maar leuk. Ja. Hoe bereid jij je mentaal naar voren op zo'n concert? Ja, Jezus, mooie vraag. Daar een antwoorden. Gewoon een heel spannende dag eigenlijk, weet je. En vanmiddag repeteren, gisteren repeteren. En vanavond nog niet helemaal tevreden over alles. Maar maandag zeer zeker tevreden, weet ik zeker. Nou, is niet de eerste keer in Ahoy. Ken jij nog zenuwen? Ja, heel veel. Zeker weten, ja. En als je in je leven af wil vallen, dan moet je gewoon artiest worden. En dan val je gewoon 9 kilo in de week af. Dus zenuwen ken ik zeer zeker. Waar zit het nou in, dat als het orkest 2 maanden speelt van een nummer van jou, dat die hele zaal meteen uit zijn dak gaat? Ja, heerlijk, hè? Ben ik rijk, hè? Zo moet je bekijken, toch? Wat is het voor gevoel? Ja, rijk. Heel rijk. Ja. Heel erg rijk. Ja, zonder meer. Maar komt dat door de teksten of omdat mensen zichzelf erin kunnen herkennen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik over teksten praat en zing die... Ja, hoe moet dat zeggen? Zoals ik het zing en schrijf. En zo voelen die mensen zich. Er is een party binnen. Je gaat nog even lekker feest vieren. Ja, 10 minuutjes hoor. Ik ben zo. Succes verder. Dankjewel. Ik heb het even beloofd. Oké. Dankjewel. Ja.